Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag een palet bingo voor jullie. Ik heb de palet bingo van het Too Faced Chocolate Bar palet. Deze zat er al een tijdje aan te komen, toch? Ik bedoel, dit palet heb ik in mijn palet in de Pandora's Eyeshadows gehad. Ik weet het niet, de kleur hazelnut zat erin. En dit palet vind ik echt heel leuk en heel mooi, maar misschien is de tijd voorbij. Ik durf het bijna niet te zeggen. En hoe kun je dit palet beter herontdekken of definitief afschrijven dan met een palet bingo? Of in ieder geval weten of je er wel of geen afscheid van moet nemen op dit moment. Ik had ergens, oh hier, mijn tablet. Zijn, staat hier toevallig op? Als het goed is, als ik goed kan tellen, zijn het 16 kleuren. Dus ik ga mijn tablet erbij pakken. Ik heb de helderheid al omhoog gezet. En ik wil graag van 1-0 wil ik 1 maken. En dat zijn 16 kleuren. Oké, ik ga 5 keer rollen. Mocht het nou zijn dat een kleur dubbel is, dan rol ik nog een keer. Kleur 3. Ik ga gewoon van links naar rechts. En kleur 3 is milk chocolate. Volgens mij zit hier trouwens niet echt een matte kleur behalve wit in. Want ook deze heeft een shimmer. Kleur 4. Nou, we gaan lekker. Oh, dit wordt een liner kleur. Black Forest Truffle. Deze glitterkleur. Dus ik heb zo'n vermoeden dat het een liner gaat worden. Want, oh my god, ja. Yeah. Heel glitterend. Die ga ik echt niet op mijn oog gebruiken. Wordt één grote zwarte vlek. Kleur 16. Oeh, dit is een mooie highlighter. Dat is deze. Dit is Champagne Truffle. Deze is heel zacht vergeleken met die andere. Maar dat komt misschien ook... Oeh, die andere zit in glitters en dit is meer een shimmer. Oh, dit is een hele mooie highlighter. Mooie highlighter. Kleur 14. Oud Chocolate. In plaats van Oud Couture. Mooie lidkleur, I guess. En de laatste roll is voor kleur 15. Nah. Ik weet niet waarom ik het ga doen, maar dit is Cherry Cordial. Deze is ook al zo'n liner kleur. Oké, misschien kan ik die nog soort van in de outer V, maar dit wordt geen subtiele look. Ik heb ook geen kleur om oogschaduwbasis mee te zetten, dus dat wordt grappig. En dan ga ik niet met de... Ja, misschien dat ik met de highlighter ga doen. Oké, ik heb dus hier een spiegeltje staan. Die heeft een vergrootfunctie. Maar die heeft ook licht. Dus het kan zijn dat jullie mij zo zien. Maar ik moet het even zo doen. Want dit is een vergrootfunctie. En daar had ik even niet echt rekening mee gehouden. Dus ik heb mijn ander spiegeltje al weggedaan. Trouwens, hier zit ook een spiegeltje in. Maar dan weet je dat ik ga afwisselen. Ik ga toch beginnen met een highlightkleur over het gehele ooglid aan te brengen. En me dan te focussen op het bovenste gedeelte. Ik weet niet of ik mijn kwasten heb... Ik dacht dat ik heel goed voorbereid was, maar nu begin ik te twijfelen. Ik begin dus met Champagne Truffle. En deze kwast laat altijd een mega poederlaag achter, omdat hij zo stip is. Ik pak nou alsnog dat spiegeltje. En voor de mensen die trouwens nog niet weten wat een palet bingo is, probeer dat volgens mij iedere keer te vertellen. Ik heb dus net wat kleuren gegenerate via een random number generator. In dit geval heb ik zelf een palet uitgekozen. Maar het kan ook zijn dat ik dat random doe op meerdere palettes. Met die 5 kleuren die er dus uit de random number generator komen, moet ik een ooglook maken. Dit is wel echt een hele mooie kleur. Waar het niet dat ik die al 3000 heb? Oké, misschien geen 3000, maar ik denk dat ik wel een soort gelijke kleuren heb. Ik moet hem wel echt aftikken. Oké, dit is de basis. Ik hou nu al mijn hart vast. Even aan het kijken, die milk chocolate wil ik in mijn arcadeboog doen. Daar gebruik ik een fluffy blending kwastje, iets soort van zo. Dit is ook wel een mooie kleur. Misschien heb ik gewoon pech gehad met de kleur hazelnut. Misschien moet ik dit palet gewoon alleen maar met zichzelf gebruiken en niet met een ander palet. Ik denk ook dat deze gewoon subtieler is met een kwast dan dat ik in eerste instantie dacht of zo, ik weet het niet. Pak de andere kant van de kwastje, een iets stomper kwastje. En dan ga ik toch maar in de kleur. Ook onder die. Eigenlijk op mijn bewegend ooglid. Of is dit ook mooi? Kijk, nu weet ik het dus niet meer. Ga ik nou voor Oud Chocolate? Of ga ik voor Cherry nog wat? Ik ga voor Cherry Cordial. En die breng ik aan in een outer V. En we zullen snel genoeg merken of ik hier spijt van krijg. Ik ga hem goed uitblenden met een schoon kwastje. Die iets te fluffy is, merk ik nu. Ik pak even mijn kwast waar ik ook mijn oogschaduwbasis mee heb gezet. Dit zijn toch veel te donkere kleuren voor mij. Je kan er nooit iets subtiels mee uitkomen. Oh, er zit natuurlijk die hele kleur zit er nog aan. Dit wordt echt een goede grap. En het leukste is, ik ga hierna nog een video opnemen die als het goed al online is. Het is ook weer niet zo verschrikkelijk dat ik blauw met roze heb, maar ik weet niet of dit nou is waar ik op hoopte. Maar ik denk dat ik er wel iets van kan breien.
Ik ga met mijn vinger in oud chocolate. En dan breng ik op mijn beneden ooglid aan. Daar kan ik spijt van gaan krijgen, omdat die gewoon best donker is. Maar ik ga proberen om hem uit te blenden. Normaal zou ik nu al voor de tweede of de derde keer in een kleur gaan. Maar ik ga hem proberen echt heel subtiel aan te brengen. En ik vind het eigenlijk best mooi. Pak even weer mijn blendingkwastje erbij. Even op zoek naar een plat kwastje, want ik kan hem eigenlijk omhoog blenden. Nou, ik pak deze wel. Ik vind het best mooi, maar ik vind nou mijn crease kleur te hoog zitten. Dus ik ben even aan het kijken, want daar krijg ik met dit oog natuurlijk problemen mee. Dus ik ga het eerst even die oud chocolate op mijn andere oog aanbrengen. Ik vind het eigenlijk best een mooie kleur. Het is wel echt een beetje deze december kleur. Van feestdagen van, ik maak een soort van smoky eye look. Dat zie je dan bij deze, is hij wel perfect. Even kijken hoe ik dat dadelijk dan bij de andere oog ga fixen. Ik ga nog even een keer dit kwastje, dan ga ik nog even een keer over die transitie hier. Want bij deze klopt die wel. En ik denk dat ik nog even deze een keer ga aanzetten met die mooie milk chocolate. Ik vind het eigenlijk nog best meevallen nu. Ik had hem dramatischer verwacht. Toch nog iets meer hier in mijn ooghoekje. Omdat dat bij die andere ook zo is. Ik zit trouwens dit op het schip voor jullie. Maar dat is omdat ik anders tegen zet die wembels. Ik vind het voor nu best oké. Okay. Ik moet er ook nou niet te veel meer aan gaan frutten. Dus ik ga in met mijn... Ga ik iets experimenteren of ga ik het niet doen? Ik ga het niet doen. Pak even mijn fixing spray als je hem kan vinden. En een schuin afgesneden kwastje. Die maak ik wat nat. Ik wil natuurlijk nu nog geen handdoek liggen. Ik heb hier een tissue. En ik dep hem iets droog dat hij niet zijknat is. En dan ga ik in de kleur Black Forest Truffle. In die shimmerkleur. En dan ga ik die als liner gebruiken. Ik heb dan alle kleuren gehad. Ik weet niet of jullie het zo een beetje kunnen zien door die lampenspiegel. Ik vind dit wel mooi. I like it. Nou, dan weet ik dat ik dit palet voorlopig even niet moet wegdoen. Het zou ook goed kunnen dat er nog een keer een palet bingo met dit palet komt. Want ik vind het dus wel echt super mooi. En wel heel moeilijk om mee te spelen. Of ik moet gewoon een keer als maandelijks palet gaan doen. Ik had de pigmentatie van dit palet veel meer onderschat. Maar eigenlijk zijn het gewoon goede gepigmenteerde kleuren, maar gewoon iets subtieler. Ik moet heel even buiten beeld dit af gaan maken. Oké, ik ga even nog wat mascara opdoen. Ik gebruik daarvoor de Yves Rocher mascara, de Sexy Pulp Volume Extreme. Omdat ik die op dit moment gewoon aan het uittesten ben. Ik heb zoals bij meerdere palet bingo's nog geen blush, bronzer, highlighter op. Omdat ik gewoon nooit weet hoe zo'n palet bingo uitpakt. Dat doe ik meestal daarna. Dus aangezien ik daar toch nog een video moet gaan opnemen die al online is. Ga ik vaak even mijn gezichtsmake-up afmaken. Ik vind het ondanks de donkerdere kleuren nog best een subtiele look geworden. Maar dat komt misschien ook omdat ik ervoor heb gekozen om die donkere kleur. Die tweede. Het beltje. Nou, ik kan er net niet bij. Deze kleur. Wat ik die dan zeg maar over het onderste gedeelte van mijn ooglid heb gedaan. Dat het niet helemaal tot aan mijn arcadeboog zit dat die daardoor subtieler is. I don't know, misschien door het lijntje. Gek genoeg ben ik echt super enthousiast. Had ik niet verwacht. Ik ga even mijn make-up afmaken. Maar dat zien jullie in een andere video weer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Deze palet bingo is zwaar geslaagd. Ik heb ondanks deze kleuren toch wel even het idee dat ik hier meer mee wil gaan spelen. En ik denk dat ik in januari of februari dit palet wel in mijn paletroulette wil gaan stoppen. Ik weet ook dat die van Urban Decay Cherry Palet... wil ik ook gaan doen, maar ik zit te denken om dan misschien deze in januari erin te stoppen. En dan in januari misschien een palet bingo te maken van het Naked Cherry. Ik weet het nog niet, maar ik ga deze toch nog meer uittesten. Ondanks dat ik hem al een aantal jaren in mijn collectie heb. Zelfs hier nou die goud, wat misschien ook wel een mooie feestdagenkleur zou kunnen zijn. Ik ben toch meer impressed dan ik had verwacht. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en tot ziens. Bye!